Ben jij nou ook zo benieuwd hoe de lelijkste stad van de wereld eruit ziet? Nee? Nou, ik wel. En al snel kwam ik erachter dat dit Charleroi is. Charleroi. Deze stad ligt in België, ongeveer 50 kilometer onder Brussel. Charleroi telt ruim 202.000 inwoners en is daarmee de op twee na grootste gemeente in België. En volgens het internet de allerlelijkste stad van de wereld. En ik wil er naartoe. Maar voordat ik ga, wil ik even gezegd hebben dat ik het superleuk zal vinden als jullie op mijn kanaal abonneren. Gelukkig wilde een goede vriend van mij ook mee. Dit is Dexter. Yo. Oh baby. Dit is het voedselkleedje. Oké, hoe lang is het? Oh. Onderweg ging niet alles helemaal goed, toch Dexter? Ik heb zoiets doms gedaan. Wat dan? We hebben een afslag gemist. Die hebben we gepakt. En ten koste van iemand anders. En mijn auto. U hebt wel pijn. Nou ja. Het is niet fraai, hè? Gaan we nog naar de lelijkste stad van de wereld? Ja, we gaan het afmaken ook. We zijn er niet eens begonnen en we gaan het afmaken ook. Ik hoop for real dat Charleroi niet zo kut is als dat ze zeggen dat het is. Want dan is het echt van niks geweest. Een paar uur later konden we met onze nieuwe leenauto onze weg vervolgen naar de allerlelijkste stad van de wereld. Dit is mooi! Oh, dit is mooi. Kijk eens. Hier. Oh. Kijk eens. Charleroi. Ja, goed gedaan. Hier. Groen. Wow. Oh, er komt ook een... Ik hoop niet dat het hier moet, maar we hebben één groot probleem. Oh, maar dit is wel mooi. Nee jongen, dit ziet er niet uit. Kijk dan. Wat een tering ben hier, hoor. Godverdomme, mijn kamer is nog schoner dan dit. Daar heb ik al 2 maanden niet schoongemaakt. Oh. Dan gaan we voor, hoor. Kom maar. Het is, het hotel is hier. Hier. Ik moet zeggen, voor een stinkhol is het nog best wel veel publiek hier. Dat het deze mensen zelf doorhebben dat ze in de lelijkste stad van de wereld wonen? Dat hoop ik. Deze straat rechts. Nou, dat gaan we niet doen. Hier is het. Ja, dat is hem. Moet je hier betalen, denk je? Gast, ik denk dat ze hier nog niet eens uitgevonden hebben. Oké. En nu? Lekker dit? Ja. Achterstand. Besef je wel dat we vanochtend om 8 uur zijn weggegaan? En het is nu? Bijna 8 uur. Bijna 8 uur. Dit ziet er mooi uit. Dit is veelbelovend. Ik ga veel zeggen. 9,4. Nou, ik geloof best wel dat het goed is, hoor. Eerlijk. Oh. Kun je dan het uitzicht? Daar kun je dus ook slapen, heb ik gehoord. Dat kost 50 cent. Na het inchecken besloten we om even rond te lopen in de stad. En we kwamen tot 1 duidelijke conclusie. Heel. Maar dit staat allemaal leeg hierboven. Ja, het staat allemaal leeg. Dit heb ik allemaal gekregen. Gewoon deze hele straat leeg. We kwamen in oude winkelstraten waar letterlijk alle winkels leeg waren. Ik vind het best heftig dat dit allemaal leeg staat. Zullen we überhaupt... Daar wonen niet eens mensen, man. Al die ramen zijn dichtgetimmerd. Het is net een ghost town, man. Nu snap ik wel dat het de lelijkste stad van de wereld is. Ja, nu snap ik het ook wel. Het stikt hier echt van de zwerf. Ja. Discotheek, kijk dan. Dus dit is gewoon... Dit is helemaal leeg. Wat jammer. Was niet, ik weet niet waarom ik hier ben. Hier zou ik echt niks van hebben. Ik ook niet. Dit is echt de lelijkste stad van de wereld. Dit is niks. Dit is wel echt cool, kijk dan. Dit is echt niks. Goedemorgen. Morgen, in het lelijkste stadje van de wereld. Na een nachtje slapen waren wij erg benieuwd hoe het nou komt dat alles zo leeg staat. We besloten om het aan iemand te vragen. De nieuwe molen. Oh. Ja. Yeah. That's why everyone's closed. Yes. Yeah. But before it was really good. We vroegen ons af wat de mensen zelf nou van de stad vinden. Wat vind je mooi aan deze stad? Ik weet het niet. I like because they are very people here. And the people here is friendly. It's good. Is it true that this is the ugliest city of the world? No. Do you think this city is beautiful? Yes, but
for media, social and television. The city speak not good, but in reality this good. People are weird sometimes. Yeah, right. But I think there are people weird everywhere, so... Right, yeah, okay. En toen dachten wij, als de mensen het hier naar hun zin hebben, is het dan wel aan ons of aan het internet om te beslissen dat dit de lelijkste stad van de wereld is? Want geef nou toe, dit ziet er best mooi uit, toch? Maar goed, tijd om naar huis te gaan. Ga naar huis? We gaan inpakken en wegwezen.